Forum voor Democratie. Ooit de grootste politieke partij. Maar de voorman heeft ook een aantal commerciële bedrijven. Een uitgeverij, consultancy en voedselboxen om boeren te steunen. Om de supermarkt. Steun de boeren en krijg de beste prijs. We hebben vlees geprobeerd te traceren. En dan komen we niet uit bij een boer. Tegelijkertijd blijven ze strijden tegen de gevestigde orde. Of zoals zij het noemen. De deep state. Big pharma, big tech. Uh, big Finance. In aanloop naar de verkiezingen interviewen we de lijsttrekkers. Dit keer Thierry Baudet van Forum voor Democratie. U gelooft dus eigenlijk niet in echte macht voor politici. Dus ik vroeg me af, waarom doet u dan eigenlijk wel mee aan de verkiezingen? Uh, ik geloof wel dat in de politiek macht ligt. Maar ik geloof dat uh, die macht verschanst is. En dat heel veel van de mensen die uh, poseren als oppositie. Figuren eh, eigenlijk eh, het, 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 het onderliggende beleid, de onderstroom zou je kunnen zeggen ondersteunen. En dat geldt inderdaad bijvoorbeeld voor Caroline van der Plas of, of Pieter Omzicht. Eh, die hebben in feite het CDA opnieuw opgericht met een ander gezicht en een andere combinatie van drie letters. In plaats van CDA is het dan BBB ofzo. Maar het, het op alle hoofdthema's onderschrijven zij de filosofie, de, de ideeën, de ideologie, zou je kunnen zeggen, van um, de gevestigde macht in Nederland. Dus ze, ze, ze ondersteunen de klimaatagenda, ze ondersteunen de coronaregels, ze zijn een voorstander van het bestaan van de Europese Unie, ze zijn een voorstander van de voortgaande massa-immigratie. Dus over al die thema's denken ze eender. Dus dan kun je je afvragen: ja, heeft het dan nog wel zin om op dat poppetje te stemmen? Of op dat wij zijn. Echte oppositie. Dan, ja, wij zijn, zijn de, de enigen die, die, uh, die het echte werk Ja, ik zeg ja, maar, maar dus, Nederland is eigenlijk nou... een twee partijen, twee hoe partijen land. Hoe moet dat nou aannemen eigenlijk? Wat, hoe kunt u dan bewijzen dat u dan niet controlled opposition bent? Nou, in mijn woorden, dus Forum voor Democratie is de enige partij die op een heleboel issues. Een fundamenteel andere positie inneemt. Dus wij willen. Je zat graag over die standpunten. Maar ik ja. vond het wel grappig, want in dat filmpje wordt, zegt u dan ook. Ja, de Deep State, het gaat over big pharma, big finance. Ja. En, dan, en dan kijken we op uw lijst. En wie staat daarop, op nummer vijf? Een man uit de Big Finance. He? Ja, de, dat is ook de Rabo, de, een van de redenen dat de, wij. Decker, uw nummer vijf van de Rabobank. Ja, het voormalige topman van de Rabobank. Werkte in die tijd met het WEF, het World Economic Forum. Wat u. Wat zo gehaat wordt door u. Ja, en dat is ook een van de redenen dat, dat wij zo gedegen kritiek kunnen leveren. Omdat wij natuurlijk een partij zijn. Intellectuelen, succesvolle zakenmensen, allerlei mensen die hebben gezien hoe de macht echt werkt. En juist daarom zo'n scherpe kritiek kunnen leveren. Ja, maar je zou ook kunnen denken: ja, misschien is dat dan ook wel controlled opposition. Maar ook, u bent natuurlijk gewoon zelf onderdeel van het systeem waar u dan zo, zo kritisch op bent. En als we kijken naar... We hebben daar uh, even wat beelden van. Als we naar u in de kamer kijken, dan... Um, nou ja, bijvoorbeeld hoe u met, met premier Rutte he, sprak lovende woorden... toen hij, uh, toen hij zijn vertrek aankondigde. Hard, toen... hard op de inhoud, zacht op de persoon. Zeker, dat snap ik. Uh, dat zien we hier. En uh, toen vertelde u zelfs dat u uh, altijd uh, heimelijk briefjes met elkaar uitwisselt... en dan uh, over uw grote liefde die u deelt met hem over klassieke muziek... En u feliciteert Pieter Omzicht, die dan toch ook in uw ogen lid wordt van het uh, kartel. Ja, ik kan me dan zo voorstellen, als u mensen zo waarschuwt voor dat, voor dat systeem, voor die controlled opposition, hoe moeten mensen dan weten dat u daar niet. Het ziet eruit alsof u er ook bij hoort en bij bent? Uh, ja, nou ja. <laughs> ik zei het al. Wij zijn zacht op de persoon. Uh, en, en dat blijft zo. Dus ik ga normaal om met, met mensen. En. Uh, met, met Mark Rutte deel ik inderdaad een grote liefde voor uh, klassieke muziek. En daar hebben we ook leuke gesprekken over met elkaar. Desalniettemin ben ik gewoon echt hard op de inhoud. En heb ik een fundamenteel andere visie op hoe Nederland bestuurd zou moeten worden. Zullen dat niet wantrouwen opleveren bij uw achterban dan? Als u daar zo voor waarschuwt. Dat ze denken, oh, die Bode oh, is eigenlijk ook gewoon onderdeel van het systeem waar die zo tegenaan schopt. Ik denk dat ik voldoende gedemoniseerd word. Voor, voor mensen in Nederland om te begrijpen dat ik echt wel door het systeem gezien word als een fundamentele bedreiging. Maar er is nog iemand, dat vond ik ook nogal aardig, nog iemand op uw lijst die, eh, nou ja, zou kunnen zeggen ook behoorlijk in het systeem eh, past. Dat is Kamerlid Papijn van Houwelingen. Hij werkte voor het Sociaal Cultureel Planbureau. Dat valt onder het ministerie van Hugo de Jonge, hè? dat was het uh, ja. VWS. Uh, en hij heeft een terugkeerregeling afgesproken. Dus voor het geval dat het niet goed gaat met Forum voor Democratie, dan mag hij terug. Dat is allemaal zo onderdeel van het systeem waar jullie zo tegen schoppen. Ja, leuk hè? Zo eng zijn we dus nog helemaal niet. Nee, maar dat is, toch, is dat niet wonderlijk? Nou ja, in het ook binnen de, de instituten die we nu hebben komen natuurlijk uh, witte raven naar voren, mensen die de dingen doorzien. Uh, Pepijn heeft een briljante uh, PhD gedaan in Japan, spreekt ook vloeiend Japans. Maar dan wil je toch niet bij het een ministerie carrière. in een systeem waar je zo tegenaan zit? Nou, het Sociaal-Cultureel Planbureau heeft um, uh, uh, diverse afdelingen, maar heeft ook een, heeft een bepaalde academische vrijheid altijd gehuldigd. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Paul Cliteur, dat is een lijstduur op onze lijst. Hij heeft een, een, een prachtige carrière op de Universiteit Leiden uh, gebouwd. Maar is ook uh, Forum voor Democratie in hart en nieren. Ja, ja, okay. dus. Maar dit, dit is het systeem binnen het ministerie. Maar oké, okay, nee, we laten wij zijn naar u. Uw... tegen instituties als zodanig. Wij vinden alleen dat de dominante ideologie binnen die instituties mm -hmm. de, niet de juiste is. Wij staan een ander soort visie op Nederland voor. Wat ook interessant is om te zien als we naar uw partij kijken, is dat naast uw politieke werkzaamheden er ook steeds meer commerciële activiteiten zijn, waar u zich uh, en u ook uw uh, andere kamerleden... zich als bestuurders bij bedrijven uh, mee uh, bemoeien. Um, als we op het scherm kijken, er staan wat namen, maar het gaat om uh, uitgeverij, consultancy. U zit ook in het eten tegenwoordig. Ja. Uh, Maaltijdboxen, merchandise, nou, allemaal commerciële activiteiten. En ook daar zijn zorgen over bij uw achterban. Kijk okay. even mee. Ik ben lid van Forum voor Democratie omdat de standpunten die ze hebben over uh, asielbeleid en uh, over uh, hoe ze in corona staan, of uh, de onderste steen bovenhalen over de web, dat soort dingen, dat vind ik zeer positief aan, aan een Forum. Alleen ik uh, zit er toch over te denken om te stoppen met mijn lidmaatschap vanwege de, ja, de, de commerciële dingen eromheen. Wat mij opvalt is dat Forum actief is met het verkopen van boeken, tickets, maaltijdboxen. En naar mijn idee hoort dat helemaal niet bij politiek bedrijven. Nou, wat ik zie ontstaan is een forumwereld, een community die ze proberen op te richten. En dan krijg ik een beetje ja, secteachtig idee bij. Dus daar heb je ook één grote leider en dat heeft altijd met geld verdienen te maken. En ja, dat moet het hier niet worden. Dus daarom haak ik af. Thierry, ik had een vraag. De inkomsten die gegenereerd worden met het boekenverkoop, de tickets en de maaltijdboxen, Gaat dat naar de partij of gaat dat ergens anders naartoe? Daar zou ik graag antwoord op willen. Oh, zegt u het maar. Waar gaat dat geld naartoe? Dat wisselt van de activiteit. Dus de tickets die voor events die de partij organiseert, die gaan naar de partij. Als een van de andere bedrijven iets organiseert, dan is dat voor de bedrijven, dus voor de maaltijdboxen, of voor de uitgeverij of voor de school. En ik denk dat het heel erg belangrijk is, juist om allerlei economisch rendabele activiteiten te ontplooien. Omdat het grootste probleem van oppositie in de westerse wereld altijd is geweest dat we geen geld stromen, dat we geen ecosysteem konden organiseren. Um, je moet ook niet daar allerlei fantasieën bij hebben dat daar miljoenen worden verdiend of zo. Ja, het maakt het ook niet, niet duidelijk. Het, he? het is voor niemand duidelijk wat daar eigenlijk. Dat maakt het niet bekend in het register voor. Nee, maar die BV's hebben je gewoon bedoel. jaarrekeningen. Kan iedereen bij kvk.nl kun je dat zo opvragen. Het gaat om, 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 om klein bier, het gaat om kleine bedragen. Maar onze bedoeling is dat dat organisaties worden die zelfstandig kunnen opereren. Die dus niet afhankelijk zijn van de tit van de subsidie. Maar dat wij, net als onze tegenstanders, onze tegenstanders hebben uitgeverijen, hebben uh, kranten. hebben Maar u bent universiteiten, politicus, he? u wordt gewoon de belastingbetaler een talloze... betaald. He? Ja, het gaat niet om mijn privé. Ja, maar het gaat ook, u doet het op uw site. U doet het, het, het wordt wel vanuit de politieke partij wordt dit allemaal ondernomen. Ja, maar wat ik dus net wilde zeggen toen u in mij in de reden viel: onze tegenstanders, dus het partijkartel, mm. het, het systeem waar wij tegen strijden, mm. dat is niet één partij die subsidie krijgt, dat is een ecosysteem. Waar kranten onder vallen, waar bedrijven onder vallen. waar honderden organisaties en instituties onder vallen. die allemaal een eigen uh, economische uh, bestaansmogelijkheid hebben. Ja, en u hebben. wil daar een en eigen systeem tegen Daarom is het zo moeilijk om ze te bestrijden. Daarom is het zo moeilijk om ze te verslaan. Daarom wint het systeem altijd. Dus als je niet een eigen ecosysteem hebt, een maatschappelijk ecosysteem. He, dus bijvoorbeeld om de boeren te helpen met maaltijdboxen. Om uh, jonge schrijvers te helpen met een uitgeverij die anders hun boeken... Het klinkt een beetje als liefdadigheid, maar, maar laten we even nee, kijken. Het is, u heeft kijk, een punt... Dit, wacht nee, maar... Even, maar dit, dit vind ik heel belangrijk. Het klinkt een beetje als liefdadigheid. Het, is, het is Maar u verdient er ook geld aan en dat nee, geeft nee, nee, u Nee, nee, nee. Wij willen... Organisaties opzetten die zelf hun eigen broek kunnen ophouden, omdat wij niet afhankelijk ja, willen zijn van gemaakt. de staat. Dat is helder. Dus het, het is liefdadigheid, alleen wel vanuit de gedachte dat wij spelen, zelfstandig liefdadig. moeten opereren. U kunnen heeft het opereren. gezegd. Ik wil even met u, want ik vind met name voedselbox. Moest ik zeggen dat ik verrast door was. Heeft u me al geprobeerd? Ja. En? Ja, nou daar, ga, daar wil ik het even met u over hebben. Want laten we even kijken. Um, als we kijken op uw site hè, over die voedselbox, eerlijk eten, dan krijgen we tekst als beter en goedkoper dan de supermarkt. We lezen dan uh, eerlijk eten, uh, de boeren steunt, dat het rechtstreeks van het uh, land komt, dat het een community vormt van Nederlandse boeren die goed omgaan met hun dieren. En dat hun runderen een goed leven hebben. en hun kalveren bij zich hebben kunnen houden. en de varkens en kippen hebben rondgescharreld. Nou, dat, dat klinkt uh, fantastisch. Nou, hebben wij een abonnement genomen. Wat leuk. Leuk, hè? En um, we zien op uh, sommige producten staan dan. dat die helemaal niet uit Nederland komen: Japanse noedels uit China. runderbuffet uit Ierland. en aardappelen uit Frankrijk. Hoe kan dat? Ja, dat, dat zal dan een keer ertussen zijn geglipt. Maar... Nou, een keer we hebben, we hebben een abonnement genomen, dus we hebben een tijdje, meerdere malen. Dit is, dit is wat erin zit. Nou, niet, dit is niet het enige wat erin zit. Nee, nou, in ieder geval. Ik, ik, de... ik noem je voorbeeld. Ik bedoel, we weten waar we het over hebben. We hebben dit, dit zat erin. Dus dat, dat ja. was verbazend. Maar we zijn ook, want dat is natuurlijk misschien belangrijk, want het is vooral de boeren steunen. We zijn uit uh, vlees hebben we geprobeerd te traceren. En dan komen we niet bij uw belangrijkste uh, punt, rechtstreeks van de boer. Dan komen we niet uit bij een boer. Maar dan oh, komen we. Dat is dus niet goed. Nee, dat gaat echt niet goed. Want dan komen we bij uh, een vleesgroothandel die levert aan Grieks-Turkse restaurants. Welke is dat dan? Wel, wel, welk vlees was dat en welke grote. Nou ja, we kunnen dat. de nummers. We hebben de alle, alle nummers. Dit is voor nieuw u. voor mij. Ja. Het, uh, ik ben bij diverse boeren geweest. Uh, nog steeds regelmatig. Uh, wij hebben contact met dat soort mensen. Dus het, uh, het kan. Kijk, het is natuurlijk net opgezet. Hè? Dus het kan dat er kinderziekte zijn. Het kan dat dingetje zijn. Maar het uitgangspunt is wel om dit op deze manier te doen. En wij presenteren dat, ook elke week. is dus echt niet. Want het nou ja, wij presenteren elke week ook. Diverse portretten van boeren waar we direct mee samenwerken. Ja. Dus het kan zijn, ik, ik, ik zou dit dan even moeten, moeten we zo even checken, want mm. dat uh, gaat ja, maar aan het hart. Kijk, de een, groothandel, een groothandel en Grieks, met Griekse restaurants is niks mis. Uh, dus het ik zou kunnen, dat, dat... dat weet ik niet nu eventjes. Um, maar het uitgangspunt is dat wij, uh, behalve via groothandels. Ook via kleinere boeren spullen halen. Ja, ik, zou er, en die ik zou er goed naar kijken. We zullen onze, u de nummers geven. Onze abonnees dus leveren zodat ze goed is. Wat is De komende tijd blijven we video's van onze lijsttrekkers-interviews plaatsen. Abonneer je om die niet te missen. Het volledige interview met Thierry Baudet kan je zien op NPO Start en Nieuwsuur.nl.